Tom, het is de vraag die volgens mij iedereen hier het meeste bezighoudt. De Giro. Leg uit waarom. Er was best wel een twijfel tussen Tour en Giro. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik echt meteen naar een grote ronde ga met het doel. Oké, ik wil een klassement gaan rijden en dat ik die druk ga dragen. Dat ik een ploeg achter me heb. Dat de hele ploeg voor mij gaat rijden. Dat ik me daar echt op ga voorbereiden zoals ik dat wil doen. Dus het leek ons eigenlijk geen goed idee om dat meteen uit te proberen in de Tour. Ja, toen kwam de Tour met een tijdrit in Düsseldorf. En de gele trui is het truitje dat nog ontbreekt in mijn verzameling. Dus ik neigde wel heel erg. Of de aantrekkingskracht van de Tour was wel heel groot. Maar toch leek het me verstandiger om, en ook de ploeg. Leek het ons verstandiger om eigenlijk met het oog op de toekomst leek het ons beter om naar de Giro te gaan. Want op basis van het deelnemersveld, zoals dat er nu voor Giro eruit ziet, ja, hoef je dat niet te doen. Is het dan puur een parcourstechnische keuze? Nee, ook eigenlijk niet. Want de Giro heeft wel meer tijdritkilometers, maar wel weer veel meer klimwerk. Veel meer aankomsten bergop. Echt op klimmen van 20 kilometer lang of zo. En de Tour, de zwaarste aankomsten bergop van de Tour is 14 kilometer. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor, de aankomsten bergop in de Tour. Maar ja, die heeft ook minder tijdritkilometers. Dus het was eigenlijk... Ik denk niet dat er een grote ronde dit jaar bij zit die mij echt heel goed ligt, om heel eerlijk te zijn. Dus het parcours speelde niet direct een rol, maar het is meer van... De Tour is meteen echt veel, hè. Er komt veel op je af. Ik heb nu 4 keer gereden en niet eens in een klassementsrol. En zelfs dan is het al... Ja, dat doet toch wel met je. Je wordt gewoon uitgewrongen gewoon door alles wat er om je heen gebeurt. En dat is in de Giro veel minder. Daar krijg ik juist heel veel energie van, om hoe het wielrennen daar beleefd wordt. Dus dat is eigenlijk de reden nummer 1 waarom we naar de Giro gaan. In dit tweede verhaal hoor ik de Vuelta niet in. Is dat omdat dat een ronde is die later in het seizoen altijd nog zou kunnen als Tour of Vuelta niet lukken zoals je gewenst? Dat is in principe niet het plan om naar de Vuelta te gaan. Maar ja, zeg nooit nooit. Vorig jaar had ik ook niet het plan om naar de Tour te gaan en toen reken ik me alsnog. Dus ik ga niks uitsluiten. Maar in principe ga ik in Ecotour Canada en dan het WK in het naaste seizoen doen. En een Tour in een andere rol voor ritten gaan of voor de tijdritten, is dat een optie? Nou, dat is eigenlijk de rol die ik vorig jaar had. Dat is toch wel, voor mij persoonlijk is dat een leuke rol, zeg maar. Maar voor degene die daar dan kopman gaat zijn, zoals Michael Matthews en Warren voor het klassement. Maar ze gaan echt wel met Michael naar de Tour ook om ritten te winnen en zo. En dan is het toch lastig als je mij meeneemt. Om een beetje te vlieren, fluiten en dat de hele ploeg eigenlijk het doel heeft om voor Michael te gaan. En dat ik daar als een beetje rondloop van, wil ik morgen die bergrit proberen te winnen. En dat is een rol die toch wel heel moeilijk te combineren is. Dus ook de Tours sluit ik niet volledig uit, maar het staat niet op de planning om die te doen. En het lijkt me onwaarschijnlijk dat ik die doe. Hoe volg jij de berichten als er weer een andere toprenner aankondigt de Giro te rijden? Waardoor nu de Giro een ontzettend sterk deelnemersveld lijkt te gaan hebben. Het heeft nadelen en voordelen. Een nadeel is dat als Quintana meedoet, bij wijze van spreken, dan schuif ik sowieso een plekje door naar achter, normaal gezien. Maar aan de andere kant geeft me ook wel een veel eerlijker en een veel beter beeld waar ik echt sta in de wereld als het op klassementen aankomt. Als ik dat altijd maar uit de weg ga, dan weet ik nog niet waar ik echt toe in staat ben. Je hebt je de afgelopen jaren gefocust op de tijdrit. Je gaat nu ook focussen op klassementen. Wat moet er veranderen fysiek aan Tom Dumoulin om mee te kunnen doen voor een eindklassement? Ik moet beter gaan klimmen. En dat kan ik maar op één manier doen en dat is meer trainen. Dus meer bergop rijden.
Daarom ga ik eigenlijk twee keer op hoogtestage. Niet zozeer omdat dat allerlei dingen met je bloed doet en zo, dat zal best. Maar het is eigenlijk veel belangrijker om gewoon 3 weken lang alleen maar bergop te trainen. Dat doet echt iets met me. Dat is gewoon een bepaalde spieraanpassing die mijn lichaam toch nodig heeft. Want ik ben geen natuurlijke klimmer. Dus ik heb echt... Kijk, Warren die woont in Bretagne. Warren Magiel. En die rijdt eigenlijk het hele jaar een beetje op hetzelfde parcours als ik. En die gaat naar de ronde van Romandie en die rijdt daar met de beste mee omhoog. Dat heb ik niet. Dus ik moet dat wel echt getraind hebben. En dan kan ik best wel, zoals in de Vuelta, best wel aardig uit mijn slof schieten. Maar ik moet dat wel getraind hebben. Dus dat wordt de belangrijkste les. Een van die twee trainingskampen gaat in Zuid-Afrika zijn. Van waar die plek? Michael Matthews kwam daar eigenlijk mee. Die is vorig jaar daar geweest bij het Orica. En dat beviel hem heel goed. En ik was eigenlijk ook op zoek, en de ploeg ook, naar iets die periode. Want weer een trainingskamp in Zuid-Spanje, ja, dat doe ik nu al 5 jaar op rij. 5 trainingskampen elk seizoen. En ja, het werd een beetje... Ik had even een nieuwe prikkel nodig. En gelukkig kwam hij daarmee. En anders waren we misschien, als hij daar niet mee gekomen was, dan zat ik misschien toch alsnog weer in Spanje. En nu, dat is wel een hele mooie prikkel weer. Je transitie naar klassementsrenner, gaat dat ten koste van tijdritcapaciteiten? Zou kunnen. Hou jij rekening mee van, ik moet niet te veel klassement, naar die klassementspositie transitie gaan, omdat het dan te veel mijn tijdrit gaat beïnvloeden? Nee, want dan ben je half werk aan het doen. Dus dan ben je half op klassement aan het focussen en half tijdritten. Dat werkt sowieso niet. Dus als we naar de Giro gaan, dan gaan we vol voor het klassement. En daar hoort bij dat ik beter ga klimmen en misschien slechter ga tijdrijden. Ik hoop het niet. Het verleden heeft wel uitgewezen bij Froome en Wiggins dat ze ook in de tijdritten konden vlammen. Maar... het is ook al vaker gebeurd dat het wel een beetje ten koste gaat van de tijd. Dat zou heel goed kunnen. Maar dan gaan we bijvoorbeeld weer richting het WK wel weer veel meer richting tijd het werk. Heeft dat ook veel met gewicht te maken? Moet je juist afvallen voor de Giro, aankomen voor bijvoorbeeld een WK in Bergen? Er moet nog een klein beetje vanaf voor de Giro, maar eigenlijk sta ik nu al redelijk scherp. En ik denk dat het meer het klimwerk is dat belangrijk is dan dat het nu echt nog heel veel gewichtsverlies is. Natuurlijk nog een klein beetje. Maar het is ook wel belangrijk om een hormoonbalans en alles in de gaten te houden. Want dat is ook natuurlijk een gevaar als je te licht wordt. En richting tijdrit in Bergen wordt het gewicht eigenlijk ook belangrijk om dat niet te laag, maar wel redelijk laag te hebben. Omdat het finish bergop. Hoe gaat jouw start van het seizoen eruit zien? Hoe loopt het traject richting Giro? Ik ga dus beginnen op hoogte in Zuid-Afrika, begin februari. En dan kom ik terug en dan doe ik Abu Dhabi, begin ik met mijn seizoen. En dan ga ik door naar Strade Bianchi, Tirreno. Dat ook wel 2 doelen voor mij zijn. En dan Milaan-San Remo plak ik er nog achteraan. En dat is puur ter ondersteuning van Michael Matthews. En dan ga ik weer voor 3 weken op hoogte. En dan doe ik nog Luik. En dan ga ik naar de Giro. Minder wedstrijden dan afgelopen jaar? Ja, ik heb weinig wedstrijden, ja. Ja. We moeten nog kijken na de Giro hoe we het precies aanpakken qua programma. Maar in principe zou het dan Zwitserland NK en dan Eneco Canada WK zijn. Niks is 100% zeker, maar zo zou het er normaal gezien uitzien. Maar dan is mijn wedstrijdprogramma redelijk smier. Maar daar gedij ik meestal wel goed in. Dankjewel.